kijkers. Wij rennen nu op de dijk Lelystad-Enkhuizen. Wij zijn onderweg naar een nieuw stukje van onze ABC alfabetroute. En wij zijn op zoek naar de J. De J van Julianadorp is aan de beurt vandaag. Dus, blijf kijken. En dan kun je zien hoe wij het beleven in Noord-Holland, in Julianadorp. En van Eihorst naar Julianadorp, als je dan binnen doorrijdt, zoals wij dat doen, dan kom je dus ook langs Medemblik. We zijn even aan het koffiedrinken hier, mooi parkje gevonden, zo aan het meer. Volgens mij staat Veluwe meer. In ieder geval Medemblik aan het water, dus dan is het Veluwe meer. Mooi bankje bij het haventje, bij de Bestevaar, dus volgens mij een watersportvereniging. Onze camper staat daar. Mooie plek om even een bak koffie te drinken. Goedemorgen kijkers. Het is vandaag woensdag 28 juli. Wij zijn ondertussen aangekomen, was gisteren al trouwens, op camping Noorderzand in Julianadorp aan zee. Dus geen Julianadorp, maar het is Julianadorp aan zee geworden. Dan hadden we vandaag hele snode plannen om er een mooie dag van te maken. Een fietstocht door de duinen richting Den Helder, langs de marine, langs het vliegveld en dan zo via Julianadorp aan zee weer terug naar deze camping. Maar de weersomstandigheden zijn van dien aard en wij zijn niet van die regenjasmensen. Dus een tochtje die we voor ogen hadden, gaat het vandaag niet worden. Wat het vandaag wel wordt, wij weten het zelf nog niet. Wij gaan het zien. En dan gaan jullie het ook zien in deze vlog. Nog even terugkomend. Tussen de regenbuien door kan ik vandaag natuurlijk wel jullie stukjes van de camping laten zien. En dat ga ik in ieder geval doen vandaag. Dus dat ga je in ieder geval in het komende stukje wel zien. Hier nader je dus de entree van camping het Noorderzand. Deze camping heeft wel iets bijzonders. En het bijzondere is deze hangplek. En of dit nou een hangplek is voor de jeugd, of voor de ouderen, of misschien een combinatie van beide, dat is niet bekend. Maar het is in ieder geval een hangplek. Hier nader je de receptie. Als je netjes aangemeld hebt en gereserveerd hebt, kom je via een kentekenherkenning kom je binnen en dan gaan de slagbomen vanzelf open. Direct bij binnenkomst op het terrein heb je hier de camper serviceplek. Er is een loosplaats voor vuil water, een slang om de schoon water weer te vullen en heel bijzonder, maar dat heeft niks met de camper te maken, ze hebben een hondenwasplaats. Dus als je een vieze hond hebben, kan die hier weer schoon worden. Hier een ruimte met wasmachines. Om af en toe je wasje te kunnen doen, ook wel handig, toch? Verder is deze camping voorzien van de nodige horeca. Een overdekt verwarmd zwembad hier binnen in dit gebouw. Dus bij slecht weer komt het altijd goed van pas om lekker binnen te kunnen zwemmen. Een animatieteam dat kinderen hier vermaakt. Deze kant is de entree voor het zwembad, maar ook naar de cafetaria. En heel belangrijk voor 's morgens voor de broodjeservice. Ik zei het al, het is een grote camping. Het heeft aparte camperplaatsen, maar toch zie je op verschillende velden de campers ook gewoon tussen de overige kampeerders staan. Hier rechts het toiletgebouw. Hier de kampeervelden. En aan deze kant camperveld waar dan links en rechts de campers staan. En uiteraard, onze camper staat er helemaal achterin. Wij vinden dat wel fijn om er niet tussenin te staan. En hier staat dan onze camper. In verband met harde wind hebben we de luifel om ingedraaid.
Binnendoor fietsend van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee komen we weer een camperplaats tegen. Julianadorp en Julianadorp aan Zee bij elkaar hebben vele plekken waar camping zijn en camperplaatsen. Dus voor een camper en een caravan en een tent altijd ruimte in een van deze beide dorpen. Dan moet je kijken wat een donkere lucht, hè. We hadden echt pokkenweer daar in Julianadorp. Ja, maar is het nog? Ja, daarom gaan we morgen weer weg. Oké. En je komt overal plankjes tegen. Het is prachtig fietsen hier in het duingebied. Ook al tegen de wind in, met de fiets omhoog, is echt wel zwaar. Maar als je dan eenmaal helemaal boven op de bult bent en je komt op die uitkijkpost hier, dan kijk je mooi uit over het landschap, de zee, de duinen en over de dorpjes Julianadorp en Julianadorp aan Zee. Het is echt een schitterende omgeving. Het landschap Noord-Holland gaat in samenwerking met de provincie Noord-Holland dit duingebied helemaal herstellen, zodat de vlinders, de zeldzame planten, de tapuiten en de konijnen weer van een dynamisch duingebied kunnen genieten. We hebben het winderige Noord-Holland verlaten. Wij zijn daar twee nachten geweest. Het begon met windkracht 5 en de wind trok verder aan naar windkracht 7. En een hele bak regen erbij, dus het was echt niet grappig. Je kon eigenlijk niet zo heel veel doen. Toch hebben wij er nog een leuk vlogje van kunnen maken. Niet zo heel bijzonder, maar ja, dat is het best slecht weer. Dit is wat er is. Heb je deze vlog leuk gevonden? Doe dan een duimpje. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Dan moeten we nog even weer op de weg op dat langwerpige knopje gedrukt worden voor abonneren. Met het notificatiebelletje. Dan ontvang je dus direct weer een berichtje als wij een nieuwe vlog doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. En wat je op de achtergrond hoort is de wind. Zo hard waait het. En moet je kijken wat een lucht er hangt. Er gaat ook regen uitkomen, denk ik. Ja. Doei. Door het winderige weer rijden wij vandaag een keer niet binnendoor, maar wij nemen de snelweg. En wat treft ons dan? Inderdaad, omgewaaide bomen in de buurt van Amsterdam, 12 minuten vertraging en 3 kilometer file.